Obstipatie is niet zo meer voor te schamen hoor. De helft van de bevolking heeft ermee te kampen. Meestal is het iets dat zo verholpen is. Kunt u mij niet gewoon iets voorschrijven? We gaan eens even kijken. Ja. Dat zijn mijn co-assistenten in de opleiding. Die kijken even mee. Joel van Kampen. Leon van den Broek. Leon Kuik. Ja, van den Broek. Mevrouw van den Broek heeft last van obstipatie. Hallo, Kees de Man. U ziet hier duidelijk een lichte zwelling, maar dat hoeft nog niks te betekenen. Als u mij nu gewoon iets voorschrijft, dan... Mevrouw van den Broek heeft last van buikpijn en obstipatie. Nou, wat zou dat kunnen veroorzaken? Probleem in de darmen. Eerst uitsluiten, Joël, wegstreven. Ja? Wat is het niet? Ik zie geen bijzonderheden. Dus het is niet iets uitwendigs. Nee, mijn darmen zijn wat in de war. Ik denk als ik gezond eet, dan gaat het vast wel goed. En wat kan het dan wel zijn? Inwendig. En wat behoort er dan tot de mogelijkheden, mijn heer? Problemen met de dikke darm. Heel goed. Wat is dan de volgende stap? Onderzoek, lokaal. Dat bedoel ik. We gaan nu even heel voorzichtig toucheren. Probeert u zich te ontspannen. U heeft veel zittend werk? Ja, ik zit veel. Ik doe computerwerk. Ja. Ik voel zo niks bijzonders. Ik ga mevrouw Movilon voorschrijven, dan komt de boel een beetje los. Joël, check the master. Ook ik zie wel eens iets over het hoofd. Maak je zich geen zorgen hoor. Dat is mijn carrière nog nooit gebeurd. Ja, mag ik me dan nu even aankleden? Heel even nog alsjeblieft. Doe ik er pijn? Nee. Ja. Ik moet weg. Stop. Je moet zich echt even ontspannen. Oh nee. Ik moet echt weg. Stop. Hallo?